Deryl Janmaat, aan het eind van dit seizoen vertrek je naar Feyenoord. Leg jouw keuze uit. Waarom ga je naar Feyenoord? Ten eerste omdat ik Feyenoord een hele mooie club vind. De fans, de club zelf. En ik zie mezelf daar wel. Ik denk dat ik daar dat ik daar wel pas en ik zie mezelf daar wel voetballen. En, het is voor mij een nieuwe uitdaging, een mooie uitdaging. En, na 4 jaar hele mooie jaren bij Heerenveen was ik toe aan iets nieuws. En ik denk dat Feyenoord voor mij op dit moment een goede stap is. Je contract bij de club loopt aan het eind van dit seizoen loopt het af. Dan zijn er natuurlijk altijd veel clubs geïnteresseerd in een talentvolle speler zoals jij. Heb je lang getwijfeld over de keuze om naar Feyenoord te gaan? Nee, eigenlijk niet. Ik wist sinds een aantal weken dat Feyenoord geïnteresseerd was. En toen ik dit hoorde was ik eigenlijk wel gelijk. Had ik wel vrij snel direct eigenlijk mijn zinnen daarop gezet. Omdat wat ik net allemaal uitleg. Dus het lijkt me gewoon een fantastische club om voor te voetballen. En natuurlijk moet je er dan zelf nog uitkomen. En dat is dus gelukt. En we zijn vandaag naar buiten gekomen en rondgekomen over een 3-jarig contract. Je hebt met technisch directeur Mattie van Geel gesproken. Wat heeft hij jou voorgelegd? Ja, dat hij me heel graag vast wil leggen. En dat hij heel veel toekomst in me ziet. En dat hij me echt ook een Feyenoord speler vindt. En dat ik daar word gehaald als de rechtsback van Feyenoord. En eigenlijk niet veel meer. Feyenoord is geen onbekende club voor jou. Want in de jeugd heb jij ook al 8 jaar daar gezeten. Voelt het een beetje als een terugkeer? Nou ja, een beetje wel. Ik bedoel, Feyenoord was vroeger wel echt mijn club. En ik heb daar dus 8 jaar gevoetbald. Ik kwam daar heel veel. En ik ben toen na 8 jaar eigenlijk een beetje te licht bevonden. En toen heb ik een hele mooie tijd bij ADO gehad. En een mooie transfer gemaakt hierheen. En hier een hele mooie tijd gehad. Ja, en als ik het dan op zo'n manier terug kan komen, denk ik dat het wel, dat het wel mooi is. En ik heb me goed ontwikkeld in die tijd. En ik ben er blij mee. Dus, ja, is weer een stap omhoog? Ja, dat denk ik wel. Qua club vooral, denk ik. Sportief doen we het nu alle twee een beetje hetzelfde. Met even aantal punten staan we gelijk. En ik speel nu nog 3 maanden voor Heerenveen. En mijn focus ligt nu gelijk weer volledig op Heerenveen. Eigenlijk al het hele jaar. Maar sinds dat ik wist eigenlijk dat ik niet ging verlengen, blijft mijn focus op Heerenveen. En ik wil hier gewoon Europees voetbal halen en ik wil hier de beker winnen. En dat spreekt natuurlijk voor zich. Maar ik heb hier echt, wat ik al zei, 4 hele mooie jaren gehad. Ik ben de club heel dankbaar. En kijk, voor mij is het, heeft het niks met de club te maken. Dat heb ik ook tegen Johan Hansma gezegd. En ook tegen de voorzitter. Het was meer mezelf dat ik een nieuwe uitdaging wil. En vandaar de keuze. Nu speel je nog een aantal maanden dus bij SC Heerenveen. De laatste competitiewedstrijd van dit seizoen. Ja. Weet je welke dat is? Ja, die is tegen Feyenoord. Ja, dat kan een hele belangrijke zijn. Ja, voor mij is dat heel duidelijk. Ik bedoel, ik speel voor Heerenveen en wij hebben met z'n allen een doel. We zitten in het team en wij willen Europees voetballen. En ook die wedstrijd ben ik voor Heerenveen. Het zou ten koste kunnen gaan van Feyenoord. Dus dat zou jou misschien een Europees jaar schelen bij Feyenoord. Ja, maar dat is dan jammer. Ik bedoel, dat is logisch. Ik bedoel, natuurlijk hoop ik dat Feyenoord en Heerenveen Europees voetballen. Dat is duidelijk. Maar als het erom gaat, de laatste wedstrijd, en wij moeten Europees voetballen en hun ook. Ja, dan speel ik voor Heerenveen en dan geef ik alles voor Heerenveen.